We hebben een nieuw product op de website. Een droge worst van Dreug. Deze krijgen jullie aangevroren aangeleverd. En dat kan een beetje gek zijn, want zo koop je ze natuurlijk in de winkel niet. Om die reden geef ik jullie even kort een uitleg over wat ze doen dus met je bevroren droge worst. Allereerst halen we hem uit de verpakking. Je haalt ook het kartonnetje ervan af, waardoor je alleen echt het worstje overhoudt. Om hem op de juiste manier te ontdooien, hang je hem bij voorkeur even aan een haakje. Ik heb hier een haakje hangen aan de magnetron. Wat je ook zou kunnen doen, mocht je namelijk nergens een mogelijkheid toe hebben om de worst daadwerkelijk op te hangen, stop hem dan even in een bakje. Ik heb even voor het leuk ook een houten bakje genomen met daarin een keukenpapiertje. Zodat ook daarin het vocht goed onttrekt en dan laat je hem hierin ontdooien. Worstje is natuurlijk heerlijk voorbij de borrel. Dus we gaan hem ook even aansnijden. Ik heb daarbij nog wel één tip. Een tip van onze oma eigenlijk. Snij gewoon het worstje even een stukje af. Even een aantal inkepingen erin. Op het moment dat je het dan meegeeft aan je kindje naar school. Even als een variatie op groente en fruit. Waardoor het kindje er te makkelijk af kan bijten.